De NV Havenbeheer heeft vanaf nu een eigen immigratiedienst. Deze dienst was nodig omdat er veel buitenlanders via de haven Suriname binnenkomen. De haven heeft een kantoorruimte beschikbaar gesteld voor deze dienst. Major Roy Samuels van het Directoraat Nationale Veiligheid overhandigde de sleutels aan major Lilian Dankerlui. Bij deze wil ik namens de directeur DNV de sleutel overhandigen aan de commandant immigratiedienst, de major Dankerlui. En ik denk dat er gretig gebruik zal worden gemaakt van deze ruimte om de werkzaamheden uit te voeren. Mag ik u deze sleutel overhandigen? Een sleutel van de ruimte. En u veel succes toewensen in uw werk. Dank u wel, majoor Samuel. Goedemorgen allen. Ik ben majoor Lilian Dankerlui, de huidige commandant van de immigratiedienst van de militaire politie. Zoals u al heeft gehoord wat meneer Samuel naar voren heeft gebracht, we gaan de dienstverlening verder naar het publiek toe brengen. We gaan de dienstverlening verder effectief maken door middel van controlepost op de Nieuwe Haven. Het is zo namelijk dat bij wet de immigratiedienst belast is met de controle op de binnenkomst. Pearl Gerding, hoofd van de beveiliging bij de haven, is blij met deze ontwikkeling. Ze wijst erop dat de bemanning van de boten die de haven binnenvaren geregistreerd moeten worden. Deze dienst, de immigratiedienst, hadden we niet. In de tijd, een paar jaren terug, had je wel de immigratiedienst hier. Maar het was niet zozeer bedoeld voor de mensen van toen, de Nieuwe Haven. Maar na een zekere tijd is het opgehouden te bestaan dat ze er hier waren. Het was meer de politie die hier was, de vreemdelingendienst, niet zozeer de immigratie. En bij die rehabilitatie, welke gestart was in 2007, toen zijn ze weggegaan van de haven. En nu hebben we echt wel de immigratie hier. Dus je kan zeggen het is de eerste keer, het is voor het eerst. Pearl Gerding, hoofd van de beveiliging bij de haven. De NV Havenbeheer beschikt nu over een eigen immigratiedienst.